Goedemorgen allemaal, vandaag ga ik weer koersen. Maar voordat ik mijn eigen ga voorbereiden, wil ik jullie meenemen in mijn camper. Nou ja, ik heb echt de luxe dat ik over zo'n luxe, gave, grote camper de beschikking heb. Dus ja, daar ben ik heel blij mee. Ik ben natuurlijk hartstikke blij met deze camper van Kwinke Caravans. Hier zijn de bedden. Hier voorin zitten de stoelen. Nou, deze stoelen kan je omdraaien. Dan heb je hier het tafeltje. Dit tafeltje kan je ook nog groter maken, zodat hier ook nog een stuk van de tafel komt. Zo hier kan je dus echt met 6 man zitten, dus dat is wel heel erg gezellig. Ik heb hier een set kleden liggen. En waarom dan? Nou, je ziet al, sommige zijn al een beetje vies. Die leg ik hier altijd over de stoelen heen. Ik ben af en toe gewoon hartstikke blubberig, dus dan worden de banken niet zo vies en is voor mij een stuk minder schoonmaken. Hier heb je het keukentje. Nou, jullie zien wel, ik neem altijd de thermoskan warm water mee. En hier een hele voorraad, zodat ik ook nog kan koken als we even langere dagen op pad zijn. Hier is de koelkast. Ik heb zelfs een diepvries. Dan heb je hier de douche en de wc. Hoi! En hier hebben we 2 bedden. Ik ben zo blij met deze mooie nieuwe fiets, daarom ligt hij op bed. En hier liggen mijn spulletjes. Nou, ik heb hier dus ook altijd gewoon een kleed over het bed heen gedaan, zodat het iets viezer kan worden. En dit is dus mijn gave camper. Jos is daar al hard bezig met de fiets in orde te maken. Nou, ideaal voor met de Lifal. Echt, kunnen we altijd als het regent op droog staan, dus dat is echt heel fijn. Ja, en dan laat ik jullie nog even de grote garage zien. Hier staan alle fietsen altijd in en mijn wielen. Jullie zien, het plek genoeg. En hier staan nu ondertussen mijn nieuwe fietsen, waar ik nu lekker op ga koersen. Dus helemaal top. Mooie camper en ik ben er heel erg blij mee.